Ik heb het al gezegd, 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 ik he
Beste sportvrienden, allemaal hartelijk welkom op het Hoog. We beginnen zo met de tweede editie van het Jan Vermeulen-toernooi. We hebben het weer mee. We hadden het besteld, maar het krijgt voor de tweede keer. Dat moet dan iets zijn erboven. Dat het geregeld wordt voor ons. We heten Annie en de kinderen van harte welkom. Ook de scheidsrechters, alle spelers van harte welkom. En we hopen op het toernooi, net zoals vorig jaar. Dat er een toernooi was van een pret en gezelligheid. En daar gaat het om. Met elkaar saamhorigheid. En we zijn blij dat we nog kunnen voetballen. Er zijn de zaten die niet kunnen. Niet kunnen. Nogmaals, iedereen van harte welkom. Allemaal een mooi toernooi toegewenst. En meedoen is belangrijker dan winnen. Groot succes! Het grootste veld is voor de B-groep. Het C-groep voetbal het eerste veld achter het hoofdveld. Thank you.
als je gewoon weer naar ons toe. En als je het leuk vindt om een bedoeling aan te hebben, als je iets goed draait en lacht. En de mensen die je praat erover, dan gaat iemand daar zijn eigen in werken. Dus wij zijn goed voor elkaar. Ik zeg vandaag bij een Twitter of Facebook, weet je niet. En dat waar ik niet heb, maar die zat ook. Ja, dames en heren, u ziet hoe geweldige sfeer het is bij het Jan van Ooit en Ooit. Er worden nog enkele wedstrijden gespeeld. Maar de rest zit al heerlijk hier in het zonnetje of binnen uit de zon. Lekker aan een biertje. Ja, dit is wat Jan wou. Hè? De gezelligheid, even potje voetballen en dan de gezelligheid. Het is geweldig hoe dit toernooi georganiseerd is. En ja, en zo'n dag is onvergetelijk. Complimenten nogmaals voor de toernooicommissie. En ik zou zeggen, tot volgend seizoen.